André senior gebruikt er natuurlijk ook wel eens wat erbij. Maar ik ben wel heel erg gekwetst door mijn dochter. En in 2017, toen heb ik een zelfmoordpoging gedaan. Hallo allemaal, welkom bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? De podcast die inspireert, motiveert en natuurlijk... Informeert. Samen met Reda Saleh aan de overkant hebben we elke keer een hele leuke gast in de uitzending. Een hele inspirerende gast. En die hebben we vandaag ook. Ook voor de mensen die kijken, welkom allemaal. En het is Rachel Hazes. Goeiedag allemaal. Wat leuk dat je er bent. Een eer voor ons. Ik bedoel... Ja, jij stond er altijd al op onze lijst. En goed, ik hoef jou niet te introduceren, denk ik. Iedereen kent jou. En zakenvrouw ook. Hè? Je bent bezig en met de musicals en de concerten. Daar kennen we natuurlijk jou van. En natuurlijk ook de andere dingen. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Hoe gaat het met je? Heel goed, dankjewel. Ja, heel goed. Nou, je ziet er goed uit. Dankjewel. Neem wat te drinken van me. Ja, dankjewel. Nee, voel je goed? Ja, heel goed. Zit je lekker in je vel? Ja, heel goed. Ja. Dat is fijn om te horen. Ja, gelukkig wel. Ja. Er was even een tijdje. En dat, bij jou, alles wat jij doet, bijna wordt besproken in het nieuws. Hè? Over de bladen en de weet ik veel wat allemaal. Maar er was even een tijdje dat het niet goed ging met je. Toen was het ook in het ziekenhuis, hè? Ja. En had het mee te maken met medicijnen die je nam? Of, want ik had dat niet helemaal meegekregen. Nee, ik ben gevallen in oktober van 2016. Ja. En op een onverklaarbare manier. Ik kan je nog niet vertellen wat dat is geweest. Nee. En toen ben ik achteraf een dag later gevonden. En afgevoerd naar het ziekenhuis met de ambulance. En ik weet van alles niks. Dus ik weet niet hoe ik gevallen ben. Nee. Ik weet niet dat ik in de ambulance heb gelegen. Ik weet niet wat voor onderzoeken ze allemaal toen hebben gedaan. En eigenlijk vanaf dat moment ging het heel slecht met mij. Ja. En ik werd vergeetachtig en ik werd warrig. En ik douchte me niet meer en ik at niet meer. En nou, lang verhaal kort, het werd alleen maar slechter en slechter met mij. En in 2017 toen heb ik een beetje kortsluiting gehad. Ja. En toen heb ik een zelfmoordpoging gedaan. Heftig, ja. En toen ben ik daarna opgenomen. Ja. Ja. Wat heftig zeg. Ja, heel heftig. En in die tijd had je dan het idee van het wordt allemaal te veel? Of kwamen er te veel dingen op je af? Ik denk dat ik een vrouw ben. Ik zeg eigenlijk nooit hoe ik me echt voel. Ja. Dus als iemand aan mij vroeg van hoe gaat het met je? Dan is het standaard, ging het altijd goed. Ja. Maar ik heb natuurlijk toen in die periode heel veel meegemaakt, zeg maar, ook na het overlijden. Hè. Ik was natuurlijk best wel jong toen André overleed, 34. Ja. Met twee jonge kinderen, 10 en 11. Ja, en dan is het, buiten het verlies, is het ook gewoon een keiharde wereld. Ja. Dus of we nou links stonden, dan hadden we rechts moeten staan. We konden eigenlijk niet zoveel goed doen. Nee. En je wil gewoon sterk zijn, hè, en blijven voor de kinderen. Maar achteraf werd het natuurlijk druppeltje, druppeltje, druppeltje. En het emmertje zat vol. Ja. Ja. Herken jij dat ook, Reda? Dus gewoon heel veel dingen op je afkomen. Goed, wij vluchten dan, hè, als verslaafden in herstel, vluchten wij in middelen. Mm-hmm. Ja, ik herken dat wel. Ik moet daar heel erg waakzaam voor zijn. Nog steeds. Ja. Gelukkig herken ik dat. Hè. Vroeger zag ik die trein niet aankomen. Nou zie ik hem aankomen en dan kan ik blijven staan of ik kan wegstappen. Maar ik herken dat wel. En vooral de laatste jaren dat het zo druk wordt. Een gezin, een bedrijf. Mensen die aan je trekken. Mensen die dingen van je verwachten. En als je heel moeilijk nee kan zeggen en je bent een pleaser. Je wilt er altijd voor iemand zijn. En dan kan je wel eens jezelf vergeten. Ja. Dus ik herken dat wel. Ja. Dat herken ik wel, ja. Ja, dat is wel... moeilijk als dat in je zit, om dat op tijd te herkennen. Ik heb vaak dat mensen om me heen tegen me zeggen, hey, jij moet echt even een stapje achteruit doen. Want anders gaat het straks fout. Ja. En dat pleasen, dat herken ik ook. Ja. We kennen elkaar een beetje. Maar jij staat ook altijd voor iedereen klaar. Jij bent ook altijd iemand die als een ander het maar goed heeft en leuk heeft, cijfer jezelf eigenlijk een beetje weg. Ja.
klopt. Alleen ik zeg wel heel eerlijk, ik ben aan de ene kant wel blij dat het me dan wel is overkomen. Hè? Zeg maar een beetje ziek zijn, want ik noem het toch een klein beetje ziek zijn. Ja. Omdat ik wel daardoor nee heb leren zeggen. Ja. Dat leer je gewoon. En wat ik heel fijn vind, is dat je, als je zo diep hebt gezeten, je waardeert ook de kleine dingetjes. Dus een vogeltje wat fluit, een zonnetje wat schijnt. Je bent, kijk, vroeger vond je die tas mooi en die horloge wilde je hebben. Maar als je dan in die fase zit dat je ziek bent, het is allemaal niet belangrijk. Nee. Probeer nou van de dag te genieten. Ja. Dus ben ik heel erg blij dat ik dan ziek geworden ben en dat ik daar sterker uit ben gekomen. Ja. En dat ik zo wel van het leven ben gaan genieten. En ik probeer zo min mogelijk, je zou je wel zeggen, hoe kan jij dit nou zeggen? Maar er zijn ook natuurlijk een hoop dingen die me worden aangedaan. Ja. Ik probeer ook zo min mogelijk het negatieve toe te laten. Ja, maar dat lijkt me ook wat, net wat je zegt. Of je doet het eigenlijk nooit goed. Hè? Nee. Dat is een beetje, en dit is toch Nederland. En jouw man was toch een van de grootste, populairste volkszangers van de eeuw. Iedereen kent hem, iedereen zingt het mee, weet je wel. Dan ben jij nu de weduwe. Dus, en dat lijkt me dan zo moeilijk om een soort van pad te kiezen, weet je wel. Van wat, hoe kan ik het nou goed doen? Hoe kan ik nou zijn legacy, zijn wat hij heeft achtergelaten op een mooie manier, en dat zijn fans er nog van kunnen genieten? Want daar gaat het vaak om, hè? Dat ze jou dat dan verwijten en... Terwijl ik heb je de dingen gekeken die had ik. Zij geloofde in mij? De documentaire. Vind ik nog steeds een van de allermooiste documentaires. Ja. Nederlandse documentaires die ik heb gezien. Omdat ik. Kijk, ik ben geen zanger, maar ik herkende mezelf in hem. De eenzaamheid van een artiest die wordt geleefd door management, die stress en druk en elke keer weer. En toen zag ik hem. Ik denk, oh man, dit is. Dit was ik ook, weet je wel. En ik ben toen ook naar middelen gaan gebruiken. Wanneer was er een moment dat jij dacht van... Oké, dit gaat niet goed of hij drinkt te veel? Dan heb ik het over André senior. Nou, zeg maar, de eerste keer dat ik met André natuurlijk contact kreeg... Ja. was ik 15. Ja. En toen kregen wij echt gevoelens voor elkaar. Toen zijn we ook met elkaar naar bed geweest. Oké, ja. En toen heb ik er zelf voor gekozen om... uit André's leven te gaan een paar jaar. Want het voelde mij gewoon niet goed. Ik voelde me gewoon te jong. Het kon gewoon niet. Nee. Toen had ik natuurlijk wel door dat Dre al dronk. Ja. Toen ik bij André terugkwam, toen was ik 20. En toen was André gestopt met de drank. Een paar weken. Okay. Dus toen heb ik hem eigenlijk echt heel nuchter meegemaakt. Ja. Ja. En had hij daar hulp bij gekregen? Om te stoppen met drank, heeft hij... Nou, het gekke is, André die heeft altijd heel veel gedronken. Eigenlijk zijn hele leven lang. Mm-hmm. Vanaf heel jong ook. Ja. Hè? En als Dre, dan speelde zijn leven op, zeg maar. En zodra hij pijn kreeg, of ja, net het idee dat hij leven eruit wilde... Zo vertelde hij het zelf altijd. Dan zat hij altijd met zijn hand op zijn lever, zeg maar. Mm-hmm. En dan liet Dre zich opnemen in het ziekenhuis... En dan zei de internist van, nou, het is gewoon echt heel precair. Weet je wel, hoe André met de bloedwaardes. En dan na 2 weken, dan zei de internist, het is ongelooflijk hoe André hersteld is. Ja, linkersoep is dat. Ja, ja, dus André herstelde ook heel snel. Ja. En toen dacht hij van, ik kan weer. Eigenlijk wel, ja. En hoe ging jij daarmee om? Ik was natuurlijk heel jong toen ik bij André kwam. Ja. Wij scheelden ook nog eens 19 jaar. Dus André was ook een man die zich niet iets liet vertellen. Mm-hmm. Die was echt wel de baas in huis. Mm-hmm. En tuurlijk, hè, je hebt op een gegeven moment 2 kinderen. En je ziet natuurlijk dat het niet goed gaat met je man. Hè, dat het eigenlijk steeds erger wordt. En dan nog niet zozeer voor André of voor mij. Maar ik heb wel aan André wel eens gevraagd van... joh, Dre, stop daarmee. Want, of ga minder drinken, want je hebt 2 kinderen. Misschien wil je... opa worden, wil je daarvan genieten? Ja, en Dre had gewoon een bepaalde denkwijze. Die zei gewoon, Ras, ik leef nog liever 5 jaar met alle geneugden dan 10 jaar zonder. En hoe pijnlijk dat ook is als een man dat zegt, ja, daar kan ik
me dan alleen maar bij neerleggen. Ja, maar hoe ging je om met die machteloosheid? Er ligt er zelf gewoon bij neer. Nou, kijk, in het begin natuurlijk ga je truc uithalen. Mm-hmm. Dus dan deden wij bijvoorbeeld, was ik het bier vergeten, zogenaamd. Ja. Of dan een vriend van André, die deed dan bijvoorbeeld, stel dat ze in een hotel waren, dan trok hij die stekker uit de koelkast. Dus Dre dronk geen lauw bier. Oh, ja. Dus dan zat die koelkast wel vol. En als hij dan een biertje, dan ja. André presteerde het ook echt om op zijn hotelkamer zo'n frisdrank koelkast te laten komen. En die had hij helemaal vol laten leggen met bier. Ja. Maar ja, lauw bier dronk hij niet. Nou, en als bijvoorbeeld zijn vriend weer met hem meereed naar een optreden. En Dre wilde altijd een BVO'tje. Dus voor een biertje voor onderweg noemde hij dat. BVO'tje. Okay. En dan ging zijn vriend weer op die blikjes bier zitten. Dat het maar lauw werd. Oh, serieus? Ja. Wow. Dus, bijzonder. Ja, dus we hebben echt wel met elkaar. Ja. Want dat doe je natuurlijk dan ook met elkaar. Hè, proberen om dan minder te laten drinken. Maar Dre was gewoon niet voor een gat te vangen. Nee. En ook al met concerten en zo. Dan droegen we ook mensen op. Hè, van joh, als Dre op moet, probeer een beetje het bier bij hem weg te houden. Maar ik weet niet wat het was. Zodra Dre op het podium stond, kwamen de mensen gewoon met dienbladen, met bier. Dus ja, dan kunnen wij het wel willen. Het gebeurt toch. Dre is een volwassen man. Ja. En dronk jij ook mee? Nee. Gek, hè? Want Dre zei het vaak van, joh, neem nou ook eens een wijntje. Want ik zat altijd aan de koffie en 7-Up. En ik dronk in die periode helemaal niet. Want ik was altijd bang dat als er wat zou gebeuren, bijvoorbeeld met de kinderen, dat ze een gat in hun hoofd of dat André zou vallen, dat ik kon rijden naar het ziekenhuis. Ja. Dus ik heb in die periode eigenlijk nooit gedronken. Nee. Okay. En later? Later ben ik de schade ingehalen, ja. Ja, echt gaan inhalen? Ja, heel erg zelfs. Ik zeg maar, ik ben in 2003, november 2003, ben ik even bij André weggegaan met de kinderen. Want het was gewoon onhandelbaar. Moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. En ik was zat. En ik wilde eigenlijk voor mij en mijn gezin opkomen. Dus toen ben ik 700 meter bij André vandaan gaan wonen met kinderen. En toen had ik de beste ontdekt. Dus zodra de kinderen op bed lagen, dan was ik toch wel goed voor een fles Koeberg iedere avond. Wauw. Ja. En is dat uiteindelijk uit de hand gelopen? Dat je dacht van, hey, hier heb ik hulp bij nodig om dat niet meer te doen? Nee, het is wel zo, als wij nu gaan stappen, dan drink ik nog steeds. Dan is het gewoon onze avond uit. Maar zodra ik zie dat er een sfeertje komt, hè, want we gaan altijd met een grote ploeg. Zodra ik zie dat er een sfeertje komt, neem ik 2 spaatjes en dan wil ik even nuchter worden. Om eigenlijk alles een beetje in de gaten te houden. Okay. Ja. Eigenlijk ben jij een... Je dronk zoveel om iets te... weg te stoppen. Of verdriet. Ja. En als je niet meer verdrietig bent, dan heb je niet meer die behoefte om zoveel te drinken. Maar dan is dat gewoon... Je kan het nu gewoon in de hand houden. Dat is een beetje wat het is. Ja. Ben je verslavingsgevoelig? Denk ik wel. Ja. Als ik heel eerlijk ben, ja. Het, qua drugs en zo zou ik... Ik ben heel erg bang voor coke te gebruiken. Gewoon omdat ik punt 1 heel graag de controle wil houden. En dus overzicht wil houden. En mijn angst zou zijn dat ik het echt lekker zou vinden. Ja. Dus, maar ja, zoals roken, ja. Is een gegronde angst, hoor. Ja, heel jong. Of niet dat je... Ja, toch? Ja. Maar dan heb jij natuurlijk ook je zoon. En nou goed, die is er natuurlijk ook vooruitgekomen en een hele documentaire gemaakt daarover. En hij is nu, dacht ik, wij volgen hem natuurlijk ook, hij is nu 1,5 jaar of zo clean, hè? En, maar dat was dan denk ik ook een dingetje als moeder. Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe ontdekte je daar van, hey, dit gaat te ver of dit is te veel? En dat had dan ook weer te maken bijvoorbeeld niet alleen met alcohol. Want André Senior, die gebruikte die ook middelen of alleen maar... de drank. Nou, weet je wat het is? Ik heb dat eigenlijk zo lang mogelijk voor me willen houden. Ja. Voor mijn kinderen. Ja. Omdat je gewoon niet wil dat een kind dat weet, hè? Ja. Maar André Senior gebruikte natuurlijk ook wel eens wat erbij. Oké. Ja. En hebben we het dan over cocaïne? Ja. 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 Ja.
Maar dat heb je echt bewust weg willen houden bij de kinderen? Of? Ja. Ja, meer uit bescherming van zolang ze dat niet weten. Want ja. Junior die was gek op drank. Moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Maar op een of andere manier is drank dan toch anders als drugs. Tuurlijk, hè? Net zo vervelend. Ja. Maar als iemand dan dronken is of zo, of gaat stappen en die neemt bijvoorbeeld 2 of 3 bakeltjes, want zo begint het dan natuurlijk. Heb je daar als moeder minder moeite mee als dat ik zou weten dat hij op dat moment coke had gebruikt. Ja. Dus ik had altijd zoiets van, zolang ze dat niet weten, is beter. Ja. En heb jij het verteld aan de kinderen of hebben ze dat van iemand anders gehoord? Nee, ik heb het zelf aan Dreetje verteld. Ja. En schrok je daarvan? Nee. Nee. Maar het gekke is, André ziet zijn vader ook als drank, drugs en rock'n'roll. En niks is eigenlijk, zo bedoel ik het niet, maar eigenlijk is bij de familie Hazes niks geks. Nee. Ja. Want het is allemaal al een keer of besproken geweest of... Of het is gedaan. Ja. 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 En toen je dat zag bij Dre, bij je zoon, zag je daar een patroon die je herkende bij senior? Nee, want het gekke is eigenlijk, André junior... Ik heb hem er denk ik misschien wel 10 keer mee geconfronteerd. Dat ik vroeg echt aan André van, joh, Dre, zeg het eerlijk, gebruik jij drugs? En dan wordt het altijd afgedaan van, nee, maar hoe kom jij daar nou bij? En waarom denk jij dat? En echt was ook bij wijze van spreken lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Dat ik gewoon zeker wist dat hij het gebruikte. Maar ja, zolang de andere partij dat ontkent, wordt het voor een moeder een beetje een moeilijk verhaal. Want ook voor andere moeders, hè, die vragen, ja, maar hoe herken ik dat? Waar herkende jij dat aan? Wat zag jij bij hem dat je denkt, nou, wacht even. Bij junior herkende ik zijn handen. Oh ja? Ja, ik noemde hem altijd Joe Cocker. Hij stond af en toe zo, weet je wel. Oh, gewoon de... Helemaal verkrekt. Helemaal strak. Ja. Ja, en dan ging hij praten en dan stond hij zo met zijn handen. En dan dacht ik, ja, dat kan niet. Maar dan was het altijd, nee mam, ik heb een neusje op, weet je. Dus, maar hij kwam nog wel uit zijn woorden. Ja? Ja, dat wel. Ja. En zijn ogen, zag je niks aan zijn ogen? Ja, nee. Misschien wel. Maar het is altijd natuurlijk donker en in een gelegenheid. Ja. Maar meer de manier van doen. Ja. Ja. Want ja, kijk, jullie zijn... tenminste, het is niet zo dat je elk dubbeltje om moet leggen... waardoor hij, bijvoorbeeld als hij drugs nodig heeft... bij sommige kinderen gaat stelen, dingen gaat doen. Dus dan zou je niet aan merken aan bijvoorbeeld... Nou, dat ik merkte het wel dus Oké. Er waren wel bedragen weg. Niet bedragen weg. Nee. Maar André ging best wel jong stappen, met 15. Ja. En dan geef je natuurlijk je zoon geld mee. Ja. En dan gaf ik als moeder, omdat hij dan ook de taxi heen kreeg... en hij bleef bij een vriend slapen, die was ook 7 jaar ouder. En ik dacht, dat kwam ook uit een hele goede familie. Dus ik dacht, nou, dat zit wel goed. Ja. Die jongen is wat ouder, komt uit een goede familie. Dus hij was dan 15 dat hij ging stappen. En dan gaf ik €200 mee. Ja. En dan ging hij een week later weer. En dan zei hij, ja, maar ik moet wel meer geld hebben, hoor. Want met 200 red ik het niet. En dan zei ik, ja, maar wat doe jij dan? Ja. En dan zei hij, ja, maar je bent met allemaal gasten. En je doet even een rondje. En dan dacht ik, ja, het is ook allemaal best wel duur voor de jeugd. Ja. Maar puntje bepaaltje, ja, dan ging hij stappen. Ja, ik ga dan nog ineens zeggen wat ik meegaf. Maar dan zei ik wel eens tegen Dre, ja, maar in principe is voor jou helemaal geen geld gemaakt. Want... Nee. Nog even een maandsalaris mee, zeg maar. Bij wijze van spreken wel, ja. Ja. En dat was eigenlijk het zijn voor mij, had dat moeten zijn. Ja. Om door te hebben dat hij natuurlijk gebruikte. Ja. En was dat op die jonge leeftijd al... actueel? Ja, zeg maar, daar ben ik allemaal later achter gekomen. Hè, toen André natuurlijk in de kliniek zat. Ja, ja. Achteraf blijkt dat, of bleek dat André vanaf zijn 15 al is gaan gebruiken. Ja. En wat gebeurde jou als moeder toen je dat hoorde, dat hij. Nou, dat hij aan de coke zat? Ik was best wel naïef. En buiten. Heel raar, maar ik was best wel een moeder en een vrouw. Ik wist echt wel een beetje hoe de wereld in elkaar zat. Hè? Want ik heb heel veel gezien in mijn leven. Maar als je natuurlijk dat 10 keer aan je kind vraagt... en eigenlijk alles kan bij ons besproken worden... en het wordt eigenlijk 10 keer ontkend... en van, ma, je bent niet goed bij je hoofd... op een of andere manier geloof je je kind. Ja. Ik heb ook wel eens echt ruzie gehad met een vriend van mij...
Dat hij zei, Ros, dat gaat helemaal verkeerde kant op, dit en dat. En dan had ik s'avonds een gesprek met Junior. En dan zei ik, Dre, ik heb gehoord, zonder een naam te noemen... Ja. van dit en dat en zo en zo. En dan zei hij, nou mam, hoe kom jij erbij? En dan zei ik, Dre, ik word ermee geconfronteerd door mensen. Ja, ja. Dus ik neem aan dat die mensen wel de waarheid spreken. Nee, maar dat klopt. Een moeder wil dat ook. Er is een onbewust iets. Ook ja? Dat een moeder dat liever niet wil geloven. Ja? Mijn moeder die wist het ook. Ja? Maar pas toen ze me een keer had betrapt... Toen was het voor haar gewoon van, oké, hij is aan het gebruiken. Ja. En je wilt het gewoon niet denken. Je hebt liever zo, oké, weet je wat, ik geef wel een voordeel van de twijfel. Ja. En dan geeft dat ook een stukje rust. Ja, maar ook omdat er dan wordt gezegd van, maar als dat nou zo zou zijn, dan zou ik dat toch gewoon tegen je kunnen zeggen. Ja, dus dat is manipuleren. Ja. Dus je trapt als moeder, trap je gewoon eigenlijk in de leugentjes van je zoon. Ja. Ja. Waar haalde jij je kracht vandaan? In welk opzicht? Als je, toen je hoorde dat je zoon ook zo diep zat. Nou, mijn kracht haalde ik er vandaan om er te zijn voor mijn zoon. Ja. Want toen André... Kijk, er zat natuurlijk een traject aan vooraf. Voordat André zeg maar de kliniek inging, belde André mij 's avonds op. Zat hij in de auto en toen zei hij... Mam, ik heb echt een serieus probleem en ik wil dat je me helpt. Ja. Maar toen vertelde hij eigenlijk nog niet de waarheid tegen me. Toen zei hij van, ik zit er helemaal doorheen. Ik kan van niks meer genieten. Er is niks wat me gelukkig maakt. Dan schrik je al eigenlijk als moeder. Want dan denk je als moeder, welke kant gaat zoiets op? Ja. In welke toestand is die nu? Gaat hij misschien gekke dingen doen? Of... En je hebt elkaar aan de telefoon. Dus je kan ook niet in zijn ogen kijken van, hoe is hij op dit moment? Klopt, hè? Ja. Dus... Toen zei die mam, ik heb je hulp nodig. Nou, toen heb ik hem natuurlijk geholpen. Ik blijf levenslang de familie van Zoelen dankbaar. Want Sarah en haar ouders... die hebben er toch voor gezorgd dat mijn kind in een kliniek terechtkwam. En ik vind gewoon, dat zal ik mijn leven nooit vergeten. Ja. Ja. En dan ga je zo'n traject in met je kind, hè. Want zodra jouw kind daar zit, ga je terug naar de basis. Hè? Dus vanaf de jeugd ga je eigenlijk kijken waar... Is het fout gegaan? Of waar hadden we dit? Of waar hadden we dat? Je zit in praatsessies met je zoon. Ja. En dan gaat je kind tegen jou vertellen van... Mam, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben verslaafd. En dat heb ik als heel zwaar ervaren. Ja. Ik zie het, ik zie nog steeds dat het heel veel met je doet. Ja. Ja. Dat ga ik hem ook mijn hele leven niet vergeten. Ja. Nou, heb je jezelf de schuld gegeven daarvan? Ja. Toch qua opvoeding misschien toch te vrij geweest. Ja. En te makkelijk. Maar ja, aan de andere kant, dan moet je dat ook maar weer gelijk loslaten. Want stel dat ik hem dan wel sterk had opgevoed. Ja, dan was het misschien ook weer een heel stiekem kind geworden. Had hij misschien wel een bank overvallen. Ja, ik zeg ook maar iets geks. Maar dus ja, ik heb het mezelf wel heel erg kwalijk genomen. Hoe ga je met emoties om? Ik schrijf heel veel. Dus ik schrijf heel veel van me af. Heb je een boek? Nee, je bent bezig ook met een boek, hè? Ja, klopt. Ja, je bent bezig met een boek. En die gesprekken dat je die had, wat kwam er voor hem, volgens André uit? Wat het maakte dat hij ongelukkig was en dat verdoofde met drugs en drank? Nou, in de kliniek zelf, dan ga je natuurlijk bij de basis beginnen. En dan zegt een zoon ook gewoon... Ja, mam, het is heel raar, maar ik voel me niet gewenst door mijn vader. Okay. En dat is heel naar, als een kind zo'n gevoel heeft. Alleen dan ga je natuurlijk uitleggen, omdat ik daar natuurlijk dacht... dat het natuurlijk nog een emotionele burn-out was... en dat er alleen een drankprobleem was. Ja. Dan ga je uitleggen van, nee, Dre, je moet het nou even voor je zien. Jij zit hier nu ook voor je drankprobleem. Ja. Maar je moet eigenlijk ook zien dat papa, jullie kwamen uit school... Zeg maar om 3:15. Ja. Papa was om 3:00 uit zijn bed gekomen. Nou, die had een hele. Er was een dieseltje. Die moest echt opstarten. Ja. 2 uur lang. Ja, Dreetje kwam binnen met een skateboard of rolschaatsen. Ja, dan zat Dre in zijn stoel met andere woorden. Oh, jij heb je hem weer. Ja. Hè? Druk kind. Dus dat probeerde ik ook aan Dre uit te leggen. Dat hij meer dan gewenst was. Ja. Maar dat eigenlijk vader met een kater in zijn stoel zat. Ja. En als je dan die praatsessies hebt. Ja. Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Ja.
Nee, ik herken dat hoor. Dat heel laat uit het bed komen. Hè, en dan ook in de showbiz gespeeld hebben. En dan door zijn gezakt. En dan zijn je kinderen daar. En dan moet je er eigenlijk fris en fruitig klaarstaan. Om met je kinderen dingen te doen. Weet je wel? En als dat door de middelen wordt belemmerd. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat zo'n kind op een gegeven moment denkt van... weet je, wat is dat dan? Tuurlijk. Waar is papa die ik wil hebben? Ja. Nou, en ook wat Reetje altijd zegt, hè, als je 10 jaar bent... Ja. Dan heb je eigenlijk geen vraag aan een vader. Ja, hoeveel je met tekening? Of stel, je hebt iets gebouwd van Lego. Dan ga je aan een vader vragen hoeveel in mijn huis wat ik gebouwd heb. Ja. Maar de vragen komen natuurlijk pas echt met een oudere leeftijd. Ja. Dus nu heeft hij vragen aan zijn vader... Ja. Dus ik merk wel dat hij natuurlijk een vaderfiguur mist. Ja. Alleen je kan je kinderen eigenlijk alles geven. Ja. Je kan ze niet het verdriet ontnemen. En je kan niet een vader geven op dat moment. Ja. En dat vind ik wel heel zwaar. Dat je als dan moeder, vader en moeder tegelijk bent. Ja. Heb je dat wel geprobeerd om dat te geven? Want ik herken dat wel bij mijn moeder. Mijn vader was overleden toen ik 2 was. Ja. En mijn moeder probeerde ook te fungeren als... Nou, niet als man, maar ons wel de lessen mee proberen te geven. Die vader probeerde mee te geven. Ja. En wat ik ook hoorde, dat André best wel streng was daarin. Mijn moeder, die is daar echt in doorgeslagen op een gegeven moment. Heb jij ook dat soort gevoelens gehad? Dat je dacht van, nu moet ik opeens die touw strak gaan trekken. Want als ik dat niet doe, dan gaat het helemaal fout. Nee, want het gek is, Rox en Dre waren natuurlijk 10 en 11 toen André overleed. En gek genoeg weten ze wel toch bepaalde levenslessen van oude Dre nog. Gewoon alsjeblieft, dankjewel. Dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. André die vond het vreselijk hoeveel speelgoed de kinderen hadden. Ja. En niet omdat hij het zijn kinderen niet gunde. Maar meer omdat hij het natuurlijk in zijn eigen jeugd niet had. Ja. En dan ga je natuurlijk ook weer vergelijken. En nogmaals, Roxy had misschien wel 300 Barbies. En ze had er 3000 ook mogen krijgen. Maar Dre zei altijd, Ras, ik hou mijn hart vast. Ja. Want ze worden ook nog een keer 18. Ja. Ja. En wat gaan we dan geven? Ja. Dus Dre was gewoon echt bang dat ze te verwend waren. Ja, ja, Dre heeft echt wel de kinderen kort willen houden. Klopt, ja. 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 En er is natuurlijk heel veel informatie en levenslessen in zijn muziek. Hè? Ja. Dat ook. Ja, Dre weet, het klinkt heel raar, maar Junior kan ik mee laten doen met Wedde Dat. Ja. Want die weet precies ieder oetje, iedere uithaal van zijn vader. Precies waar hij de stop met zingen. Het is gewoon bijna eng wat hij van wat klein André van zijn vader weet. Ja. Fantastisch. Ja. En hoe is dat zeg maar om te leven? Kijk, je hebt mensen die verslaafd zijn. Die horen we niet, zien we niet. Die gaan naar een kliniek en leiden hun leven. Maar als je bekend bent, hè, zoals ik en Dre... Ja, dan wordt alles uitgemeten. Kijk, en laten we eerlijk wezen. De media, tenminste ik niet, maar af en toe wel. Heb je nodig om te zeggen, hey, ik heb een nieuwe show. Kom dan en dan. Maar nu in deze tijd is het niet alleen maar ik heb een nieuwe show. Nee, we willen ook weten, oh, wat zit je haar raar? Of daar gaan we het over hebben. En het is er niet 1 of 2. Hè? Vroeger had je in Nederland 1 en 2 en 3. Maar het is nu alles. Het is nu social media. Dus die druk en het nieuws. Want op een gegeven moment, kijk dat je een nieuwsje brengt, prima. Maar ik had bij het idee bij jou en bij Dreetje, elke dag nieuws... Hoe ga je ermee om? Ik zou gek worden. Van weet je wat het is, Najib? Het klinkt heel raar. Hè? Ja. Maar eigenlijk als je van jaren mij ziet... Hè? Dit praat ik even over voor mezelf. Ja. Ik geef eigenlijk nooit geen interviews. Hè? Nee. Maar ik zoek de media niet op. Nee. André heeft toen voor zichzelf gekozen... van ik las een mediastilte in. Ik ga een jaar helemaal niks doen. Ja. Hij heeft geen socials gebruikt, niks. Nee. Maar op een of andere manier... triggerde dat schijnbaar dan toch in de media... Ja. Dat het bijna iedere dag nieuws was. Ja. Dat ik wel eens dacht van, maar er is niks te melden. Nee. En wij melden niks, snap je dan wat ik bedoel? Dus het ging ook vaak ook weer een eigen leven leiden. Ja, werd er ook veel verzonnen. Ja. Ja. En dat, dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur. Want wij hadden de keuze. En ik respecteerde vooral André's keuze. Om niet in de media te verschijnen. Ja. Maar er komt er eigenlijk zoveel onzin. En voornamelijk bagger. Ja. Dat je dan met je rug tegen de muur staat. Van nou zeggen we niks. Maar eigenlijk hadden we misschien beter dan wel wat kunnen zeggen. Dat het. Want nou krijg je eigenlijk een kutverhaal. Dus, maar dat gebeurt nog steeds. Hoe ga je daar nu mee om?
Ja, voor mezelf. Ja, ik heb daar maling aan. Ja. Dat klinkt heel raar. Ja. We weten het nu wel. De rouwende weduwe. Het zijn allemaal zinnen. Het maakt me niet uit. Mm-hmm. Weet je, in het begin vond ik het gewoon heel vervelend. Voor mijn kinderen die naar school moesten. Mm-hmm. Want kinderen zijn onderling hard. Snap ik. En dan is het gewoon vervelend. Ja. Ze mogen mij de grootste, afschuwelijkste vrouw vinden. En doe maar lelijk. Weet je, want waarom praat iemand lelijk als jij mij niet kent? Ga nou eens... Klopt. Ga nou eens een klein beetje, dat je een klein beetje empathisch vermogen hebt. Dat je nou een klein beetje in ons verdiept. Van waarom doet die vrouw dat? Of waarom is dan de zoon dat? Of de dochter dat? Mm-hmm. Weet je, het is zo makkelijk om een mening te hebben over iemand die je niet kent. Vooral in deze tijd. Ja. En voornamelijk, het is ook vaak anoniem, hè? Ja. Want wij lopen overal. Of het nou Amsterdam is, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Twente... Waarom komt nou nooit iemand naar me toe die zegt, ik vind jou een kutwijf? Vind ik leuk, hè? Als iemand dat zou zeggen, dan kan ik zeggen, maar waarom vind jij mij dan een kutwijf? Dan kan je gaan sparren met elkaar. Maar wat moet ik met kwik, kwek en kwak op social media? Ja, maar van het internet ga je toch sowieso nooit winnen. Je moet het ook niet willen lezen. Nee, maar je gaat het nooit winnen, maar ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, weet je wat het is? Mensen denken er te makkelijk over, hè? Ja. Maar als het jou overkomt, of ze hebben het over jouw moeder of jouw kind, dan ga je anders denken. Ja. Net als bijvoorbeeld, extreem voorbeeld, de doodstraf. Die zegt, nee, maar dat moeten we niet doen. Weet je, dat moeten we niet doen. Doodstraf, dat is niet humaan, bla bla bla. Totdat ze jouw kind doden en verkrachten. Nou, vraag dan maar aan zo'n ouder, joh, moeten we me in, of de dood. Weet je, dat is... Als het jou overkomt, als het over jou gaat, net als met discriminatie, weet je wel, kom op, stel je niet zo aan. Maar als het jou overkomt, jij wordt gediscrimineerd, jij komt niet naar binnen, dan is het een heel ander gevoel. En dat heb ik ook met, als het om mijn werk gaat, prima. Ja. Maar om mijn privéleven, wat ik doe of hoe ik over dingen denk, dat daar zo'n heisa wordt over gemaakt. Ja, dan denk ik, waar bemoei je je mee, man? En vaak ook niet oordelen waar oren en ogen niet zijn geweest. Nee, het is er vooral nu hè, van horen. Ik heb gehoord dat, die en die. Het gaat eigenlijk een beetje terug naar de vroegere tijden. Dat zeiden, ja, maar die vrouw is een heks. Hoe bedoel je? Ja, ze kan over water lopen. Nou, die vrouw werd opgepakt en die werd verbrand. Maar weet je wel, dat was extreem. En nu is het van... Ja, ik zag hem in een drugspand. Serieus? Ja, maar hij gebruikt drugs. Aha, dat schrijven we op. Nou, en dan moet je, en dan gaan ze je vraag stellen. Dan moet ik zeggen, nee, ik was daar niet. En dan zeggen ze, ja, maar je hebt toch vroeger drugs gebruikt? Ja, dat klopt. Ja. Weet je, dus het voelt toch heel gek om alles maar over je heen te laten komen. Hè? En dan, of ja, maar ik vind, ik vind ook bepaalde dingen... gaat een ander ook helemaal niet aan. Ja, maar dat en precies. Dat klinkt misschien arrogant. Ja. Maar het interesseert mij werkelijk niks. En ik heb hele lieve buren. Ja. Maar het interesseert me werkelijk niet wat die mensen vanavond eten. Nee. En ik loop wel eens bij een supermarkt. En dan zie je mensen in een karretje kijken. Ja. Ja, dan denk ik, ja, die zitten dan mijn gerecht, denk ik, samen te stellen. En dat schrijven ze op. Ik weet toevallig wat jouw buren eten vanavond. Okay. Die hebben namelijk boerenkool met runder gehakt. Oh, niet met worst? Nee, niet met worst. Oh, nou, nee, dat komt wel halal of niet? Nee, ook niet eens. Okay. Ik heb geen halal buren. Nee, maar zonder gekkigheid. Ik, weet je, het is de laatste tijd, maar ook na aanloop van concerten, weet je wel. Het was, ik hoefde helemaal niks van jou te weten. Maar je wordt ermee om de oren geslagen. Ja. En dan over je kinderen. André heeft dit. André heeft een nieuwe vriendin. Hij heeft weer een vriendin. Had in één week had hij wel 4 vriendinnen. Nou kan dat kloppen hoor. Ja, maar hij zingt het ook. Pak alles wat je kan en ga. Nee, even zonder gekkigheid. Maar dan zit je in die kliniek. En dan zie je kind eigenlijk... Ja, hoe zeg je dat? Ja, de afgrond ingaan. Terwijl, ik ben niet jaloers op anderen, maar ik benijd hem wel. Weet je, hij ziet er goed uit, mooie carrière, populaire zanger. Maar dan zie je hem dus. Wat doet dat dan met je? Hoe denk je, komt hij er bovenop? Had je daar geloof in? Of vertrouwde je dat? Of? Nou, eigenlijk slechter als toen André in de kliniek zat, kon het eigenlijk niet gaan. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk als moeder gehad van hij kan nu alleen nog maar gaan klimmen. Ja. En hij nam echt zijn therapie heel serieus. Hij zat natuurlijk met zo'n counselor. En hij zat natuurlijk eigenlijk 1-op-1. Ja. Dus 24 uur per dag zijn ze met je bezig. Dus ik had wel het idee dat André daar in goede handen was, zeg maar. Ja. André was gewoon eigenlijk... Ik ben natuurlijk later nog een keer gegaan. En
dan zie je gewoon eigenlijk Dree veel frisser worden. Ja. Het moment dat ik daar de eerste keer was, ja, toen schrok ik echt van hem. Ja. Maar ja, zeg maar, de tweede keer toen had hij al zoveel stappen gemaakt. En ja, hij was zo serieus met alles bezig. En ook toen André natuurlijk bij mij in huis kwam wonen. Hè? Want André heeft natuurlijk bijna 14 maanden bij mij in huis gewoond. Ja, dan nam hij het echt heel serieus. Dan had hij zo'n whiteboard. En dan moet je natuurlijk je dagen en je dagindeling gaan doen. En dan deed hij iedere dag trouw invullen wat hij of moest doen of wat hij gedaan had. Ja. Dus, en dan bel je natuurlijk iedere dag met zo'n counselor. En je belt natuurlijk met je therapeut. Ja. Nou, het begon natuurlijk 's ochtends met verse sapjes moest ik dan maken. Hè, met selderij en gember. Lekker. En citroen. Ja, maar dat is eigenlijk ook dat ontgiften natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ja, in die 14 maanden dat hij ook bij mij heeft gewoond. Was ik wel echt super trots hoe hij gewoon zo resoluut gestopt was. Want ik weet niet wel... Hij ging een keer s'avonds naar die bioscoop. Ja. En het was, geloof ik, 10 uur of zo. En ik zat op de bank tv te kijken. En Dree had bij mij de tussenverdieping gehad. Ja. Dus, en op een gegeven moment, hij komt naar beneden helemaal aangekleed en luchtje op. En ik draai hem om. Ik zei, wat ga jij nou doen? Hij zegt, ja, ik ga naar de bioscoop. Ik zei, nou, echt niet. Ja. Maar ja, dan vergeet je ook weer dat je kind natuurlijk richting de 30 gaat. Ja, ja, ja. Dus ik zei, nou echt niet. Ik zeg, het is al 10 uur geweest, jij gaat echt niet weg. Ja. Maar ik denk, oh mijn god. Hè, want ik denk dat als een kind eenmaal verslaafd is geweest... Ja. En dan praat ik wel voor mezelf. Ja. Ik denk dat ik wel levenslang blijf houden. Ja. De angst. De angst, ja. Dus toen hij zei, van, ik ga naar die bioscoop. En toen dacht ik, oh nee, dan ga je naar Amsterdam. En dan word je misschien getriggerd. En dat vond ik wel echt eng. Zeg maar, alles de eerste keer voor hem. Ja. Hoe is het nou met die angst? Nee, ik denk dat ik dat blijf houden. Ja, dat duurt heel lang. Ja. Ja, dat, Kijk, nu gaat het goed, hè? Weet je? Dus nogmaals, ik ben super trots. En ik zeg het ook iedere dag, hè, tegen André. Ja. Maar tuurlijk, het is top wat hij bereikt heeft. Maar mijn angst zit dadelijk toch bij Dreetje als hij weer gaat werken. Hoe ziet jouw angst eruit? Wat doe jij als je zo angst voelt? Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar afwachten. En hopen dat André eerlijk tegen me blijft. Mm-hmm. En ook aangeeft wanneer hij het moeilijk gaat krijgen. Mm-hmm. Ja. En het schrijf je van je af? Of je belt iemand op? Je praat je er ook met anderen over? Of niet? Nee. Als je zo angstig voelt. Nee, ik heb gelukkig wel hele goede mensen om me heen. Dus, en nogmaals, alles is bespreekbaar bij ons. Dus dat is fijn om met mensen te kunnen sparen. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat het misschien een van de belangrijkste dingen is. Hè? Naast hulp vragen. Maar ook iemand waar je vertrouwd mee bent. En die er voor jou is. Ja. Weet je? Ja. Kijk, jij bent er voor je kind. Hè? En je vangt die klappen op. Maar wie is er dan voor jou? Ja. Wij hebben een kleine boodschap voor jou. Oh? Ja, daar komt ie. Ja, goedemorgen lieve schat. Najib heeft mij gevraagd voor jou een filmpje te maken. Nou, dat doe ik natuurlijk met liefde. Waarom ik het doe, want eigenlijk zou ik het eigenlijk nooit gedaan hebben, is dat ik het echt verafschuw hoe jij in Nederland wordt neergezet. Ik ken jouw gouden hart. Ik weet hoe het leven jou getergd heeft soms. Ik weet waar jij je staande hebt gehouden. Ik weet wat jij voor mensen doet. Ik weet eigenlijk dat je een ontzettende gever bent. Dankjewel zeggen bij jou is al een drama, want als iemand iets voor jou wil doen, dan geef je het tienvoudig terug. Ik weet hoe jij de ballen in de lucht hebt gehouden na het overlijden van die ouwe. Ik weet wat je voor je kinderen hebt gedaan. Ik weet wat de kinderen voor jou betekenen. En daarnaast ben je gewoon mijn allerbeste vriendinnetje en ik hou heel veel van jou. En ja, ik vind je gewoon een heel goed mens. En jij verdient gewoon dat mensen de waarheid over jou weten. Alleen ja, sommige mensen kun je niks bijleren. Die blijven eeuwig stom of eeuwig debiel. En dat zijn vaak de anonieme rukkers achter een internet die je mening over jou vormen. Maar ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen dat alles wat jij gedaan hebt in het leven, dat het eerlijk is geweest. Zeker ook het afwerken van de erfenis. Wat men er ook van denkt, interesseert mij geen ruk. Ik ben erbij geweest. Jouw liefde voor die ouwe, die is onbeschrijfelijk. Jouw liefde voor de kinderen en ook voor de kleinkinderen. Ook al is het allemaal gebrouilleerd. Ik weet wat er bij jou in dat kopje en in je hart omgaat. Ik kan maar één ding zeggen. Je bent
goud eerlijk. Je neemt geen blad voor je mond. Je zegt alles. Je staat klaar voor degene waar je van houdt. En ik kan maar één ding hopen, dat het ooit allemaal in jouw leven op zijn pootjes terechtkomt. Want dat verdien jij. En je verdient nog veel meer dan dat zelfs. Nou ja, ik had beloofd een filmpje van 30 seconden. Maar ja, dat gaat hem echt niet worden. 30 seconden is natuurlijk helemaal niks. Ja, ik kan nog 20 minuten voor lullen eigenlijk. Maar ja, dat ga ik niet doen. Ik heb beloofd 30 seconden. Ik zit al bijna 2 minuten, zie ik nu. Lieverd, ik hou van jou. Je bent goud voor mij. En voor iedereen waar je echt van houdt. En nogmaals, sterker dan ooit ben je teruggekomen naar een hele donkere periode. En daar ben ik heel erg trots op. En ik weet dat het alleen maar beter gaat. En dat jij alleen maar vecht als een leeuwin. En jij verdient echt veel meer dan je krijgt. Nou, ik hou van je, Najib. Heel veel succes morgen met je podcast. Lieve schat, ik hoop je snel te zien. Love you. Mooi. Ja, dit is voor mij voor onschatbare waarde. Ja, ik vind het heel fijn dat een van mijn beste vriendinnen dat ook zegt. Ja, die kent je ook heel goed. Ja? Ja. Dus wij gaan al 27 jaar terug. Ja. En zij is eigenlijk bij... alles bij geweest. Ja. Dus het is fijn om zo'n vriendin ook te hebben, dat ik kan vragen van, maar Janine, zeg, jij weet toch wel, weet je? Heb ik iets fout gedaan? Of, wat, ben ik, of hoe zit dat dan? Of hoe heb jij dat dan ervaren? Ja. Dus nee, ik. Zij houdt heel veel van mij, maar ik ga dood voor haar ook, hoor. Ja. Want we hoorden het al, hè? Sommige dingen zijn goed uitgemeten, maar we weten natuurlijk niet de ware verhaal. Maar daarom zit jij hier zoals met je dochter. Weet je, ja, ik hoop gewoon persoonlijk dat het ooit op een dag gewoon, weet je, misschien hebben dingen tijd nodig, dat het gewoon goed komt tussen jullie. Weet je, jullie hebben het allemaal zo zwaar gehad met als familie zijnde. En maar er komt denk ik een tijd dat je bij elkaar moet gaan en moet praten. Hoe denk jij daarover? Ja, op zich is natuurlijk familie heel belangrijk. Ja. Maar ik ben wel heel erg gekwetst door mijn dochter. Ja. Dus tuurlijk, alles zal tijd nodig hebben. Maar ik moet voor mezelf moet ik daar wel echt een plek voor gaan zoeken. Van, wil ik dit nog wel? Ja. Ja. Maar is het dan zo dat het gewoon... moet het dan van iemand, zeg maar, van haar kant dan komen? Of heb jij zoiets van, ik zal ooit een keer een poging gaan doen? Of hoe moet ik dat zien? Nee, nee, ik ga sowieso nooit een poging doen. Nee. Ja. Dus als Rox met mij zou willen praten, dan moet Rox echt naar mij toe komen. Ja, maar dan sta je er gewoon voor open. Dan. Ja. Ja, ik zou dat heel mooi vinden. Ik bedoel, het is, ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat je gebrouilleerd bent met iets of dat je ruzie hebt. Maar dan, als je erover nadenkt en je, weet je, mensen maken fouten. Weet je, iedereen maakt fouten. Mag ook. En soms moet je gewoon... Van fouten leer je. De ballen hebben om te zeggen, hey, luister man, ik zat verkeerd. Ik zat verkeerd, weet je. En dan, ik weet niet, we hadden het ook bij een gast die zijn dochters niet meer zag. Hè? Dat was Annie van de Meijden. En toen hoopte ik ook zo. Ik dacht, wat zonde man, weet je. En natuurlijk, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar daarna kwam er een toenaderings. En volgens mij heeft hij daar nu contact mee, toch? Als het goed is. Ja, en dat vond ik iets moois hebben, weet je wel. Omdat weet je wat het is, Najib? Een moederhart en moederliefde is altijd onvoorwaardelijk. Ja. Alleen, er zijn gewoon bepaalde dingen gebeurd die gewoon niet waar zijn. En waar ik gewoon publiekelijk echt wel gewoon aan de schandpaal ben genageld. Ja. En dat heeft mij gewoon wel echt heel veel pijn gedaan. Ja. Dus nogmaals, als mijn dochter met mij wil praten, dan ben ik bereid om met haar te praten. Maar dan moet ze echt zelf komen. Ja. Nou, ik zou het heel mooi vinden als ze luistert. Denk even na. Kijk in je hart. En het is nooit te laat, toch? Nee, nooit te laat. Nee. Maar weet je wat het ook is? Wij waren als gezin, hè, met z'n vieren, waren wij zo sterk. Ja. En zeg maar na het overlijden waren we eigenlijk nog sterker. Omdat we natuurlijk alleen nog maar elkaar hadden. Ja. En ik begrijp ook, hè, dat mijn kinderen gewoon echt een klap hebben gehad. Ja. Want je bent natuurlijk ook heel jong als een vader komt te overlijden. En de kinderen hadden net zoveel verdriet als ik als partner. Ja. Alleen iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Ja. Ik als partner en de kinderen die hun vader ineens moesten missen. Ja.
Dus ik begrijp ook de frustratie, de woede bij kinderen. Sommige domme acties, laten we het dan maar even zo zeggen. Maar ze weten ook dat ik er onvoorwaardelijk voor mijn kinderen zal zijn. Ja. Dus daarom is het gewoon zo zonde dat je dan zo te grabbel wordt gegooid. Ja, nee, absoluut mee eens. Maar ook het feit dat, hè, jullie zijn een bekend gezin en Nederland leeft met jullie mee door middel van ze kennen jullie en jou en de kinderen van kleins af aan. En dan denk je eigenlijk, weet je wel, ze hebben het allemaal goed voor elkaar. Hè? En natuurlijk het overlijden van André, dat was natuurlijk vreselijk. Maar daarna kijken ze met z'n drieën. Hij een carrière, zij begint te zingen. Een film hebben we gehad. Weet je, allemaal dingen dat je denkt als buitenstaander. Wauw, wat een succesvolle familie. Geen geld zorgen. Weet je wel, dat je, sommige denken, mensen denken dan, dat maakt geluk, dat zal gelukkig. Dan zou je gelukkig zijn. Als je heel veel geld hebt en iedereen kent je. Maar dan denk je, nee man. Kijk wat er gebeurt, weet je wel. Mensen gaan uit elkaar en dan heb je nog zoveel geld. Maar je hebt niet datgene waarvan ik denk in je hart, dat is wat je wil. En dat, ik ken je natuurlijk iets meer en beter. Ik denk van ja, dat gun ik jullie gewoon, jullie allemaal gewoon. Dat gewoon, hoe mooi zij dat samen zijn en samen die concerten geven, weet je wel. Dan hoor je, nee, maar hij komt wel, zij komt niet. Dat is, ja, ik weet niet, bij mij onvoorstelbaar, maar omdat ik alleen, ik ben de enige bekende. Nou ja, mijn broertje dan ook, maar dat is op andere gebieden, dat hij bekend is geraakt. Nee. Maar snap je wat ik bedoel? Dat is zo jammer dat dat niet. Ja, maar in principe kunnen we allemaal het mooiste leven hebben natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus het is zonde. Het is zonde. Heel zonde, ja. Een ideale wereld. Maar goed, het is geen ideale wereld, maar. André zou zeggen een echt gezin. Nou ja, maar dat is mooi, ja. Een echt gezin, ja. Ja, Reda. Ja, ik heb ook nog een vraag. Ja? Wie is Rachel Hazes zonder André Senior, zonder je kinderen, zonder jouw status? Hoe zie jij jezelf? Ik zie mezelf als een vrouw. Als ik je mag, dan doe ik heel veel voor je. En als ik mijn hart geef aan iemand, dan geef ik mijn leven. Dan doe ik levenslang alles wat iemand vraagt. Ik zal altijd voor iemand klaarstaan. Maar als je me teleurstelt, dan ben ik een hele andere vrouw. Ja. En is het dan heel moeilijk om met die teleurstelling om te gaan? Of vind je het gewoon heel moeilijk om te vergeven? Nou, vergeven. Ik denk dat vergeven makkelijker gaat als vergeten. Dus dat is denk ik, en dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik daarin precies hetzelfde karakter als mijn moeder heb. Die had ook een olifantengeheugen wat dat betreft. Maar mijn moeder was ook zo van, waar je zit, zit je. Ik kom je halen, al moet ik kruipen naar je toe. Maar ja, trap je op mijn hart of beledig ik je? Of dan had mijn moeder ook toch wel dat ze dan gereserveerde afstand had. Hm. Ja. Dank je. Ik herken me erin, hoor. Ik ook. Ja, ik kan me dingen heel doen. Ik heb je vergeven. Kan ik je echt zo'n hand geven? Ja. Dat ga ik nooit. Nooit ik heb vergeven. Je vergeven. Dat ga ik nooit vergeven. Vergeten. Maar ik denk ook, komt een dag. Ja. En heel raar het ook klinkt, weet je wel. Een soort van karma. Ja. En ik gun het je niet, hè. Ja. Maar er komt een dag dat er iets met je gebeurt. En dat ik dan denk, oh, wat erg. Vroeg of laat kom je in mijn straat. Ja. Maar ik vind dat er wel een verschil in zit. Als je mij moedwillig iets hebt aangedaan. Ja. Ja, dan is het gewoon. Maar het is ook vaak. Meestal, het is ook vaak klaar. Moedwillig. Nee, weet je, soms lijkt het alsof het moedwillig is. Mensen kunnen gewoon soms hele rare dingen doen. Ja, maar mensen kunnen ook heel vals zijn, heel gemeen. Zeker weten. Onzeker maar als het zijn. En dan jou de grond in trappen, zodat ze zich beter voelen. En dat snap ik niet. Ik kan niet jaloers zijn van, oh, kijk eens wat hij heeft. Maar ik kan iemand benijden. Ik denk, oh man, wauw, wat heb jij een mooie wagen. Ik zou dat ook willen hebben, maar niet. Er zijn mensen die je gewoon vervloeken. Die hopen dat je doodgaat en tegen een ding aanrijdt. Dat is toch. Eigenlijk zei André dat al, hè, zeg maar 25 jaar geleden. Daarom was hij zo gek op Amerika. Ja. Want als je daar een mooie auto koopt. Ja, precies. Dat is toch wel iets Nederlands. Dan zeg je buurman, good businessman. Ja. Weet je, die steekt zijn duim op. Als wij potverdomme een nieuwe auto kopen, hebben we samen zo'n kras op onze auto. Ja, maar dat is een beetje die. Kinderzin, hè? Ja, je kop boven het maaiveld uit. Steek en moet er gelijk af. Weet je, iedereen moet zijn mening hebben en iedereen moet dat ook zeggen. Ze gunnen je alles totdat je het hebt. Juist. Een hele mooie zin. Ze gunnen je alles totdat je het hebt. En op wat kunnen we verwachten? Want je was al bezig met een boek. Ja.
En, dat is bijna klaar. Dat is echt driekwart klaar. Alleen daar moeten nog de laatste puntjes voor op die. Ja. is dat je nog wacht op bepaalde dingen? Of heb je zoiets van... Ja, er spelen nu wat dingetjes. Ja. En daar schrijf ik over ook in mijn boek. Ja. Alleen zolang het nog niet klaar is... Ja. En dat is binnen nu en een paar maanden is het klaar. Ja. Dan is het voor mij niet een geschreven hoofdstuk. Dan heb ik een open eind. En ik hou niet van open eindjes. Nee, precies. Maar het is wel weer iets voor een deel 2. Ja. Als je de mensen een cliffhanger geeft. Ja, dan krijg je dat weer. Geldwolf. Ja. Nou ja, je moet ook soms commercieel denken, toch? Oh, dat is weer Amerikaans. Nee, ik heb ook volgens mij geen vragen meer. Ik vond het gewoon een ontzettend... sowieso zijn we heel blij, want je doet bijna geen interviews. Dus alles wat ze over jou lezen, dat hebben ze waarschijnlijk zelf verzinnen. Schrijven ze hele pagina's vol van. Dus wij zijn blij dat jij gewoon aan het woord hier bent geweest. En nogmaals, ik gun je gezondheid, is het allerbelangrijkste. En heel veel liefde en een gezin weer. Dus dat is wat je vanuit mijn hart krijgt. Dankjewel, lieve Nadia. Alsjeblieft. En ik gun je ook heel veel rust. En dat alles op een dag mag goed komen. Dankjewel, lieverd. Inshallah, zeggen wij dan. En eigenlijk hoop ik dat jullie alles wat jullie nu in handen hebben... dat jullie dat met beide handen beter houden. Absoluut. Dankjewel. Want dat is uiteindelijk waarvoor we het doen. Hè? Het is jouw verhaal vertellen hoe jij om bent gegaan... met mensen die een verslaving hadden en in herstel zijn. En eigenlijk proberen dat van alle kanten te belichten. Weet je? Het kan ook een onbekende vrouw zijn die vertelt over wat haar is overkomen. Weet je, het is toch die ziekte die... Ja, de hele wereld in zijn greep heeft. En alle lagen van de bevolking. Rassen, kleur, het maakt allemaal niet uit. Weet je wat? Die is de enige die niet discrimineert. Dat zijn die middelen. Weet je? Als ze kunnen pakken, dan pakken ze je. Zeker weten. Nou, dat is aan de ene kant misschien wel weer mooi aan ons bekendheid. Ja. Dat we ook mensen ermee kunnen helpen. Absoluut, ja. Maar daarom inspireerde het mij het enorm toen ik André zag dat hij kliniek in ging. En ik vervolgde hem. Hè, 12 stappen. Hij ging ze half jaar ophalen. Ik zeg, André, kom nou in die podcast, man. Ja. Maar nee, kom nog niet. Dus ik stalk hem gewoon, maar ik blijf hem gewoon stalken. Want ik wil hem gewoon één keer hier hebben. En niet omdat hij André is, maar omdat hij natuurlijk een enorm inspirator kan zijn voor vele en vele anderen die nog lijden. En dat is eigenlijk de reden waarom wij dit doen. En natuurlijk... Om dit bespreekbaar te maken. Weet je, en daarom taboe mooi, door te breken. Ja, man, precies. Stigma eraf te halen. Ja. En als mensen moeilijkheden hebben, altijd hulp zoeken. DM ons. Laat wat van je horen en kijken wat we voor je kunnen doen. Er is hoop. Absoluut, er is hoop. En daarmee sluit leven, hè? Hoop doet leven. Hoop doet leven, lieve mensen. Dat is de nieuwe boek van Rachel Haas. Hoop doet leven. Heet die zo? Nee. Hey, ontzettend bedankt. Had jij nog vragen? Wil jij er nog iets kwijt? Ja, ik zat vragen, maar niet voor jou. Ja, niet voor mij. Zie je, dat dacht ik al. Voor mij. Oh, niet. Lieve mensen, bedankt allemaal. Dit was het weer. Blijf ons volgen. Blijf ons, liken. En reacties. Volgen, liken, weet ik veel. Of niet. Abonneren. Kijk maar wat je doet. Abonneren. Yes. En wij hopen de volgende keer weer te zijn. En dan zit daar weer een andere gast. Dankjewel. Ontzettend bedankt. Ik heb het met liefde voor jullie gedaan. Dankjewel. Wat kan er nou gebeuren? Wat? Gebeuren.